Welkom bij een nieuw project op mijn kanaal. Dus dit schip, en dat is, een beetje lang op Merbreto, het expeditieschip van Willem Barents uit 1596. Even kijken of ik dat ondersteboven kan lezen. Het is een houten schaalmodel, 1 op 50, inclusief twee kleine bootjes. Die zie je hier. Volledig laser gesneden delen, zeer gedetailleerd. Walnoot beplanking, zeilen inclusief, Nederlandstalige instructies, Engelse en een Duitse. Nederlands fabrikant. Dit Kolderstok, merk is Kolderstok, en die maakt voornamelijk Nederlandse zeilschepen van de 16e en 17e eeuw. De lengte is 56 centimeter, breedte 25, dat is de breedte is de onderste ra, zeg maar. De hoogte 52 centimeter. Even kijken of er nog een beschrijving aan de zijkant. Hier is het Engels. Hier is het Nederlands. In 1596 was onder leiding van Willem Barents een expeditie uitgerust om via het noorden een doorgang naar de oost te vinden. Twee eerdere expedities waren hoopgevend geweest en men was ervan overtuigd dat er een mogelijke doorgang moest bestaan. Aangenamer dan de langste kaap de Goede Hoop en zonder vijandelijke schepen. Met drie kleine schepen was men in volle goede moed uitgevaren. Maar nu gaan we de snijdende kou, gevaarlijk pakijs en monsterlijke ijsberen en problemen. Nadat Barents twee nieuwe stukken land had ontdekt, land ontdekt heeft, Vereiland, dat heet nu Bereneiland, en vervolgens het nieuwe land, nu heet dat Spitsbergen. Oh. Lukt het hem niet om voorbij Nova Zembla te komen. Het schip raakt muurvast in het pakhuis en van wrakhout en hout van het schip bouwt de bemanning een nederzetting alwaar ze de winter doorbrengen. Het verhaal van hun tocht en overwintering in het behouden huis, heette dat, op Nova Zembla, werd opgetekend door schipstimmerman Gerrit de Veer. Willem Barents heeft de thuiskomst niet meer meegemaakt. Ernstig verzwakt overlijdt hij tijdens de terugtocht en de noordelijke doorvaart heeft hij nooit gevonden. Maar zijn naam leeft nog altijd voor. De Barentszee, ten noorden van Noorwegen en Rusland, is naar hem vernoemd en wordt gezien als een van de bekendste zeevaarders uit de 16e eeuw. De naam van het schip is tot op de dag van vandaag niet bekend. Ik dacht dat dat Witte Zwaan was, maar dat is volgens mij een replica, die hebben ze zo genoemd. Nou, even kijken wat erin zit. Ik kan even opzij. Hier de bouwbeschrijving, denk ik. Ja. Hier staat nog een keer de uitleg, een beetje uitgebreide. In het Engels en Duits. Nou, dan beginnen we. Nou, dan zetten we hem in elkaar. Want we iets anders dan dan ik gewend ben, maar ik denk niet dat het één voor beginners is. De enige ervaring moet hebben. Je touw moet tagage. Twee bijbootjes anker. Oh, hier hebben we catalogus.
Kolderstok die bestaat sinds 2015 geloof ik. Ik heb wel eens gekeken op de diverse websites. Ze zijn niet goedkoop, moet ik zeggen. Deze valt nog mee. Maar je hebt hier bijvoorbeeld een duifken. Die lijkt een beetje op die deze die ik heb. Statenjacht. Fluitschip. Oh, die is. En ze hebben de Zeven Provinciën, die is vrij duur. En de Batavia hebben ze ook. 1665, 1682. Allemaal, oh, 1595. Ja, allemaal. Nou, leuk. Wat hebben we hier? Zeilen en raas. Dat zijn zelfgemaakte zeilen, geloof ik. Las ik in de beschrijving. Een beetje de tuigage. Dat is ook heel eenvoudig. En niet makkelijk, zie ik. Ja. Als je een aantal poten hebt gedaan, dan weet je wel ongeveer waar alles moet komen. Nou. Ja, de onderdelenlijst, die hebben ze aangevinkt, zie je. Wat er omheen zit, planken. Wat hebben we hier? De lasergesneden dingen. Die erin zitten. Hier. Hier de. Dat is de Duitse. Bouwbeschrijving bijboot. Wat hebben we hier? En dit zijn de zeilen. Nou ja. Die kun je extra bestellen. Die zitten er niet bij. Die kun je extra bestellen. Maar dat doe ik niet, geloof ik. Hier nog meer zeilen. Er zijn niet zoveel zeilen. Een stuk of vijf maar, geloof ik. Hier een verkeerde vlag. Ja, ik kom uit Rotterdam, dus hier zit een verkeerde vlag, hè. Ja, dat is niks. Onzin. Om de messingstrip en staaf makkelijk buigzaam te maken, wordt aangeraden om met een kleine gasvlam het tot rood gloeiend te verhitten en daarna af te laten koelen. Wat hebben we hier? Oh, een notitieblok van kolderstok. Wat is dit? Weeflijnen. Oké. Okay. Die uit elkaar halen, denk ik. Nou, dat zien we dan wel. Dit hier houten. Laat dit in plastic zitten. Rondhouden. Hout. Voor de masten, de raas. Een stukje balsa hout, geloof ik. Ja. En dan hebben we hier walnoot. Diverse. Latjes, vierkantjes, rechthoekjes. Hier gewoon het pisbakkenhout. Noem ik dat, gewoon normaal hout. Voor het dek misschien. En hier de walnoten, de planking voor de huid. Ik zal wel even wat problemen, want dat is moeilijk te buigen. Ook al maak ik het nat. Dus heel voorzichtig buigen. Dan hier de boeg, een roer, nog iets voor de boeg, denk ik. Ja. Dan hier. Nou, dit krijgen we het.
hem. Lukt me wel. Goed verpakt. Wat hebben we hier? Ik ga het even doen. Gaarde. Dan komen wij. Dat is wel een leuk ding. 0,8. 0,3. Iets van wit. 0,3. En 0,4. Kijk hier de blokken. Dat staat in de... Als je dat zo'n schip koopt, staat dat het de eenvoudige blokken zijn. Dat is ook een luxe, authentieke blokken. En kopen apart. Ik vind deze toch wel aardig goed eruit zien. Hier kralen, nog een paar blokken. Hier een stuk ijzerdraad. Een paar nagels. Ook hier. Hier komt houtjes. Oh, ankerdraad. Oh, pinnetjes. Nog meer juffertjes zie ik. Dit is voor de ankers, denk ik, het hout. Nou, ziet er wel goed uit. Ik heb het weg. Dan hebben we hier. Dan hebben we weer een mes van nodig. Spanten, denk ik. Ja. Valse kiel. MDF, denk ik. Ja. Hier is voor de roosters, die moet je zelf uitsnijden. De bijbootjes, twee stuks, heel dun. Voor de boeg, twee deurtjes, nog iets. Dit weet ik even niet, misschien wel voor de boeg. Dit is voor de... Twee deurtjes. Volgens mij is dit de kolderstok. Wel goed uitsnijden zie ik. Dit zijn balkjes en die moet je zo. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Spanten. 5 mm is dat, denk ik. Eerste dek. Leuk dat MDF volgens mij. Maakt niet uit, het moet beplankt worden, dus is de achterkant. Ja. Nog meer spanten. Oh, hier de, ik denk de standaard, er is een eenvoudige standaard bij, zei ze. Ik denk dat dit de standaard is, ik weet niet zeker. Ja, denk het wel. Ik ken ook een luxe. Wat hebben we hier? Draad, koperdraad en een dun plat ding. Nu heb ik grote tekeningen. Ik heb niet goed laten zien, natuurlijk. Ja, daar staat het een beetje duidelijker op. Een beetje grote tuigage. Dat in de beschrijving in het klein stond, stond hier in het groot. Dus, ja, ziet er
En die is... Kijk wat die heen. Hoe is het 1 op 1? Schaal staat er niet bij. Een schippeltje op. Deze. Ja, schaal 1 op 1. Dus kun je zien hoe groot het scheepje gaat worden. Het is niet zo groot scheepje natuurlijk. Zie, zo groot wordt hij. Hier zit ook het tuigage op. En... Oké, ja, ik zie het al. Niet zo makkelijk als die van Okra bijvoorbeeld. Die hebben een hele goede tuigage beschrijving of tekeningen. Nou goed, komen we er wel uit. Dat is wel malen die grote tekeningen, maar... Krijgen we wel. Zo, dat was het. Alles weer inpakken. Maar ik weet nog niet wanneer ik eraan ga beginnen. Zal dit jaar wel niet meer worden. Volgend jaar ook misschien niet. Nou, misschien volgend jaar. Zo. Nee, dat was zo. Ja, hier. Master. Ja, kan nog wat. En dit. En zo. In. Hier kun je notities maken. Ja. Ja, dat was het. Ik heb er wel zin in, maar het is ook weer wat anders. En het is een Nederlands schip. Wat je ook niet zo vaak veel tegenkomt. Ja, zo'n Zuiderzeebot tegen hier wel. Zulke schepen zie je niet veel. Kolderstok, ik zei het, 2015. Ze hebben maar 5 modellen nog maar, of 6. Dus kan, deze was niet zo duur. Je hebt er nog een, die staat een jacht geloof ik. Die is ook niet zo duur. Die is onder de 200. Rond de 100 geloof ik. Dus valt ook wel mee. Misschien maak ik die ook nog een keer. Weet ik niet. Ik heb natuurlijk ook veel. Mijn ruimte wordt ook beperkt. Met al die schepen. Maar goed. Ik zou zeggen. Bedankt voor het kijken. En nou, misschien wel zie ik je wel bij deel 1. Bij de start. Maar dat zal nog even duren. Oké, doei!